Welkom bij deze videotutorial van het Dolibar ERP en CRM systeem. In deze video laten we zien hoe de module Verlofaanvraag Beheer werkt. Voorbereiding. Activeer de module Verlofaanvraag Beheer in het menu Home, Setup, Modules. Wijs de rechten op de modules toe aan uw gebruikers. Voor meer informatie over het toewijzen van rechten aan de gebruikers, kun je de video gebruikers en groepen bekijken. Verlofaanvragen. De module Verlofaanvraag Beheer is beschikbaar onder het HRM-menu en is handig om verlofaanvragen van medewerkers te beheren. Medewerkers kunnen verlof aanvragen door te kiezen voor Nieuw in het menu. De menuoptie is beschikbaar als aan de gebruiker deze rechten zijn toegekend om verlof te mogen aanvragen. Het huidige verlofsaldo wordt gepresenteerd bovenaan de pagina ter referentie. Kies de gebruiker voor wie de verlofaanvraag van toepassing is. Als je een leidinggevende bent of beheerder, dan kun je een ondergeschikte gebruiker kiezen. Kies het type verlof dat je wilt aanvragen. Kies de begin- en einddatum en eventuele dagdelen als je niet een hele dag vrij vraagt. Kies de gebruiker die het verlof zal goedkeuren. Je kunt het omschrijvingsveld gebruiken om aanvullende informatie op te geven. Klik op Aanmaken verlofverzoek om de verlofaanvraag op te slaan. Het verzoek voor verlof is nu in de conceptstatus gekomen. Via de gekoppelde bestanden kun je indien nodig bijlagen toevoegen. Hierna kun je het verlofverzoek indienen door te klikken op de Valideer-knop. Goedkeuringsproces. Verlofaanvragen die zijn gemaakt en verstuurd voor goedkeuring zijn te vinden op het dashboard van de bijbehorende leidinggevende of beheerders dashboard. De leidinggevende of beheerder kan nu de verlofaanvraag beoordelen en naar gelang van toepassing het goedkeuren of afwijzen. Indien het verlof wordt goedgekeurd, zal het beschikbare verlofsaldo automatisch worden bijgewerkt. Inzien van verlofaanvragen en verlofsaldo muteren. Gebruik de beschikbare menuopties om een overzicht van de verlofaanvragen in te zien. Verlofaanvragen kunnen bekeken worden op basis van elke status, zoals concept, wachten op goedkeuring, goedgekeurd, geannuleerd en geweigerd. Beheerders kunnen klikken op Saldo van verlof om het saldo van verlof van elke medewerker te bekijken. Om het saldo aan te passen van de medewerker, pas dan eenvoudig het aantal dagen aan. Vul zo nodig een notitie in en klik op Update om het saldo aan te passen. Merk op dat in de setup je verschillende typen verlof met verschillende tellers kunt opvoeren. Het kan dus zijn dat er meerdere kolommen met verschillende waarden worden getoond op deze pagina. Het maandoverzicht geeft een mooi overzicht van alle verlofaanvragen per maand van het gekozen jaar en maand. Raadplegen log van wijzigingen geeft een gedetailleerd overzicht van elke wijziging die is gedaan van het verlofsaldo van elke medewerker. Er zijn een heleboel andere functies die kunnen worden geactiveerd via de setup. In de meeste modules kun je ook gebruik maken van aanvullende attributen om je onkostendeclaraties uit te breiden. En het is mogelijk om de onkostendeclaraties als databestand te exporteren. Bedankt voor het bekijken van deze videotutorial. Als u meer wilt leren over Dolibar, kijk dan op www.dolibar.org.